Het is een vervreemdende tijd. We houden afstand, terwijl de behoefte aan nabijheid zo groot is. De musea zijn dicht, de theaters, de kroegen, eigenlijk alle plekken die het leven een beetje de moeite waard maken. En u zit thuis en kijkt naar ons, tot overmaat van ramp. Mami Izumi en Rishanak Morawatjan uit Japan en Irak zijn twee dansers. En ze komen uit de stal van het Limburgse talentontwikkelingsplatform Via Zuid. Met hun dans Polished wonnen ze dit jaar de BNG Bank Dansprijs. En die dans gaat over hele belangrijke waarden, waar deze wereld grote nood aan heeft. Beleefdheid en etiketten. Emil Sarkovits, die ken je toch? Ja,
Multi-instrumentalist. Speelt vooral klarinet en viool. Die klarinet was hij trouwens een keer kwijt. Die heeft hij wel weer inmiddels gevonden. Hij woont in Heerlen en komt oorspronkelijk uit Polen. Als iemand de universele eenzaamheid kan verklanken op één enkel instrument, dan is het Emil Sakowicz. De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust. Hij stelde een lijst op met vragen ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. Die vraag gebruiken wij als uitgangspunt voor een gesprek met iemand die belangwekkend is in de Limburgse kunst- en cultuurwereld. En vandaag mijn eerste ontmoeting met Brigitte Heitzer. Brigitte, we hebben jou voor een spiegel gezet. Wat zie je eigenlijk als je in die spiegel kijkt? Nou, ik kwam hier net binnen en toen dacht ik, oh heerlijk, theater en... Dan beleef je al die producties weer opnieuw zo, dat je mee hebt gestaan en dat je kan optreden. En nu zit je voor een spiegel en dan kijk je naar jezelf. En dat is toch een heel ander soort gevoel als wat je normaal hebt natuurlijk als je hier binnenkomt. Wat doe je eigenlijk normaal als je voor de spiegel zit en het is, laten we zeggen, 10 minuten voor aanvang? 10 minuten voor aanvang, ja, dan heb ik toch wel meestal een soort pruik op mijn hoofd. En dan ben ik al opgemaakt en dan eet ik denk ik snel nog een paar happen van mijn groene appeltje. En dan kijk je nog even in dat of alles klopt. Wat de mensen gaan zien eigenlijk, hè, waar je mee optreedt, of je rol oké is. En dan of er geen rare vlekken zitten en je trekt je kostuumpje aan en je gaat op. En zenuwen? Nou, ja, wel, jawel. Dat kan ik wel hebben, ja. Als ik zo de eerste paar try-outs, vooral de eerste try-out eigenlijk van een voorstelling, vind ik het spannender als een première. En naarmate het proces vordert en het vertrouwen groeit en je meer en meer in die rol zit, dan ebben die zenuwen weg voor een leuke spanning en meer zin in spelen. Maar... Wat is eigenlijk het moment dat jij volmaakt gelukkig bent? Wat was het laatste waar je hart een sprongetje van maakte? Ja, dat is wel... Oh, ja, ik weet niet of dat in deze context... Het maakt niet of uit. Dat in deze context was, maar Joachim, dat is mijn zoontje van 5... helaas is onze meneer Pastoor is overleden door corona met de Pasen. En we hadden het daarover in die tijd. En toen, ik weet niet eens meer precies waar en hoe en waarom dat hij erop kwam. Maar hij vroeg zich dan af wat dan hij zei, mijn mama, weet jij wat de belangrijkste persoon van de wereld is? En ik zei, nee lieverd, dat weet ik niet. Mama, dat ben jij. En toen zei hij, oh nee, dat was natuurlijk Jezus. Ja, dat vond ik heel leuk. Dus dat maakt mijn hart wel een heel leuk sprongetje. Ja. En dan... Ja, dan ben ik even heel volmaakt gelukkig, ja. Er is een relatie met God dan bij jullie thuis? Ik heb een relatie met God. Hoe die precies uitziet, dat is altijd nog enorm zoekende. Dat weet ik niet heel goed. Dat heeft geen vast stramien of een traditie, maar er is wel een relatie, ja. En die, dat heb je meegenomen uit het mooie katholieke Noorbeek. Ja. En vandaar dat de dood van onze pastoor ook zo verdrietig was. Want hij was wel echt iemand die in mij
met mij. Kon ik fijne gesprekken mee hebben. En je kwam nog echt naar hem toe om met hem te spreken? Ja, ja, voor mij is wel het zuiden is wel een plek ook waar mijn geloof meer geworteld is, denk ik, dan in het Scheveningse. Je komt van de heuvels en je gaat naar de zee. Mm-hmm. Voor mij, mijn beleving, is er geen groter contrast. Heb je nog grote andere wensen waar je zou willen wonen? Nou, als je die twee nou met elkaar zou kunnen samenvoegen. Limburg aan zee. Oh, dat is echt het heaven on earth, ja. Ik wilde nog heel even terug naar je vak en je werk. Hè. Hoe streng ben je voor jezelf? Ja, ik kan wel streng zijn voor mezelf. Ja, dat is waar. Dat is af en toe wel jammer, want ik merk dat ik daardoor minder kan genieten van bepaalde dingen dan als ik om me heen kijk hoe collega's dat kunnen. Dan kan ik enorm balen om een bepaald woord wat dan net raar klonk of een foute opkomst of niet een goede energie of hetzelfde wat. Misschien ken je het. Dat sleep je met je mee. Ja, dus dan gaat voor mij die voorstelling daarover, terwijl dan mijn collega zegt, ja, maar dat stukje in dat duet of die scène was toch wel gewoon wow. En dan ben ik daarvan vergeten te genieten of ik heb dat dan niet gevoeld. Stel dat je ouders er niet meer zijn, is er dan nog iets wat je aan Limburg bindt? Heb ik me vaak afgevraagd. Ik voel nog steeds een soort vrijheidsgevoel als ik hier die heuvel afrijd. Weet je wel, bij Beek zo. En dan denk ik, kijk eens over Maastricht. Ja, dat is vind ik ook lekker. Heel mooi. Ja, altijd een heel lekker vlak gevoel. Vlak naar het vliegveld, ja. Ja, precies, ja. S'avonds zeg ik, daar gaan we weer. Nadat je gespeeld hebt. Ja, nee, ja. Jij rijdt dat niet. Ja, maar je ziet het vaak dat het... Ik heb nog een broer, die woont in Antwerpen. En nog twee zussen, die wonen hier wel in de buurt. Ja. En dat ouderlijk huis en het samen zijn rond dat ouderlijk huis, dat bindt nog steeds een gezin. Dus ik heb me dat wel vaak afgevraagd. Hoe gaat dat zijn als ze dadelijk er niet meer zijn? Gaan wij dat dan nog vinden met elkaar? Gaan wij dat dan nog zo ervaren? Ik hoop het, maar weet je niet. Nee. Dan moet je misschien zelf maar terugkomen tegen die tijd. Misschien wel. In het ouderlijk huis gaan wonen. Ja, misschien wel. Een vriendschap sluiten met de nieuwe pastoor. Ja, misschien wel. Er is toch hoop, ja. Dankjewel, Brigitte. Graag gedaan. Getting darker, staring at the mirror, reflections in a mercury pool. Water parches, even though it's raining, should we even bother at all? Getting hotter, chasing a reflection, every day will turn into night. Like the shutters, guided by an image, might have been a trick of the light. Fading slowly, you wonder when the silence will break. Lights are flashing, increasing, fleeting visions of the person that I know I could be. I know there'll always be a brighter day. The silent wind protects you on your way tomorrow. I know there'll always be a brighter day. Oh, come on now.
gotta let go tonight. Solomon, een jong bandje uit Maastricht, gevormd rondom de diepe, kenmerkende stem van Koen de Witte. Melancholische muziek, maar altijd hoopvol. Dat is belangrijk. Ze zijn artist in residence bij Poppodium de Muziekgieterij in Maastricht en ze werken momenteel aan hun eerste EP. Van Maastricht gaan we naar Amerika, waar Servé praat met Chuck Pools. En die hoef ik u niet te introduceren, toch? En hier gaan we de pannenkoekjes eten in de zomer, als het open is. Al 35 jaar is hij zanger, frontman, liedjeschrijver van Rowan Herzen. En nog nooit in die 35 jaar maakte hij een soloplaat. Tot nu. Nu. De Blauwe Ver. Blauwe Ver, prachtige ingetogen plaat. Ik zou hem typeren als een constante ingehouden adem. Oeh. Was dat ook de bedoeling? Wat wilde je maken? Ja, een plaat die al 35 jaar in mijn hoofd zit. Maar aan een constant ingehouden adem had ik nog niet gedacht. Ik vind het wel een mooie, ik kan erover nadenken. Maar ik wil een plaat maken die je op kunt zetten en in één teug uit kunt luisteren en beleven. Een rustige plaat, ver voor het doekveel voor de corona zijn intrede deed. Had ik zo'n plaat in mijn hoofd, zoals ik van hou, van de singer-songwriter Steve Earle. Alison Krauss, die muziek die ik de hele dag draai, zo'n plaat wil ik ook maken. En het is een soloplaat, is het dan automatisch ook een persoonlijkere plaat? Nee, dat is het niet. Want alle liedjes die ik ook voor Rowan Herzen schrijf, die beginnen eigenlijk hetzelfde zoals de liedjes op deze plaat ook begonnen. Als demo's, als ideeën. Hier vond ik ergens een blauwe veer. Dat had ook tot een Rowan Herzen plaat kunnen leiden. Alleen die was er net, voorwaarts was klaar, hadden alle promotie gedaan, strikt erom. Ik had nog een paar liedjes liggen en toen was ik hier aan het wandelen op een, nu schijnt de zon, en dat was een mineurige, somberige maandag dat mijn zoon net weg was gevlogen naar Zuid-Korea. En toen zag ik daar een blauw veertje van een Vlaamse gaai in een modderpoel. Nou ja, dat was de aanleiding, maar die had net zo goed voor Rowan Herzen uiteindelijk kunnen worden of voor welk ander project dan ook. Maar dat was het moment dat ik dacht, nu moet ik doorduwen. Maar dat gebeurde me maar twee keer in mijn leven of zo, dat ik echt zo'n duidelijk signaal zie liggen. Ook zo'n signaalkleurbelijn, zo met metallic blauw. Nee, het overkomt me gewoon door te leven zoals ik leef. Hier in het dorp en mijn dingen te doen. Ik krijg slechts zelden echt zo'n duidelijke aanwijzing zoals die blauwe veer. Ja. De leren veer, heel elegant. Gevallen op een verenklier. Waarom was er dan toch zo diep de wens om een soloplaat te maken? Ja, ik wil het graag een keer dingen zelf doen, zoveel mogelijk. Ik ben altijd van de school geweest dat als we liedjes hadden met Rowan Herzen, dat er een producer, één man naar moest luisteren, die de beslissing mocht nemen. En niet dat je achteraf hoorde dat de bassist bij de mix had gezeten of de drummer, dat die heel hard klinkt of zo. Dat moet je het handen durven geven. Dat moet één man moeten doen. En dat heb ik mijn hele leven gepredikt. En de band en gelooft daar ook in en dat is fijn. Maar nu dacht ik, ik moet toch één keertje zelf een soort producent, maar dat is alleen maar geld investeren. Zelf achter het stuur maar zitten. Produceren, ja. En dat heb ik samen met Bart-Jan, hebben echt wel louterende dagen gehad daar in die studio bij hem. Smaakt het naar meer? Is het nou gewoon over 2 jaar? Ik ben gisteren alweer begonnen. En de blauwe veer zit daarin, moet blijven, sta je weer op. Heet die plaat niet eerst chauffeur? Wat nummer 6 of 7 op de plaat is? Ja, je weet er veel. Ja, dat is wel waar. Het chauffeur. Mijn soloplaat
Heeft jarenlang als werktitel, blijkt nu achteraf, chauffeur geheten met één F. Het verhaal is inderdaad van dat ik strafwerk kreeg omdat ik chauffeur met maar één F had geschreven, terwijl wij allemaal weten dat dat met twee F'en moet. En ik kreeg straf 100 keer chauffeur schrijven voor straf en ik schreef 100 keer chauffeur. En ik wilde mijn schrift inleveren met straf en ik maak het open. Ik zie 100 chauffeurs met één F. En dat 100 keer verkeerd. En in één vonk in mijn hoofd zag ik in de middenplek van nog één F. Heb er 100 keer in de klas een F tussen geschreven. Het is onder de 100 chauffeurs met twee F. En dat zijn krassen in de ziel die de inmiddels 60-jarige Jacques Poels nog steeds voelt. Ja, dat zeg ik. In die zin is het wel grappig. Het liedje eindigt dan ook dat ik met één hand aan het stuur door het dorp rijd. En de school zie wat er allemaal gebeurt. En dat er toch met een soort berusting terug kan kijken. Iemand haalde namelijk uit van. En de zon die zakte uit schaamte achter de hoge. Ik laat de zon wegzakken op het moment dat ik het zie. Ik had niet bedacht dat dat uit schaamte was, maar het zijn zo bonus. Mooi toevallig beeld dat erbij klopt. Ja. Nee, maar die wonden zijn weer die zijn helemaal hersteld. Ik kan er nu zelfs met weemoed terugkijken. Hier, traditie. Je hebt hem altijd bij. Ik heb hem tot nu toe altijd bij. Hij moet in het liedje Blauwe Veer zing ik. Ik heb een veer gevonden en bewaard. Ik laat hem los straks in de wind. Als alles hier weer is bedaard en jij weer thuisgekomen bent. Dus ik moet hem nog loslaten. Dat moment gaat nog. Wanneer? Binnenkort. Ik heb nagedacht. Er is hier een stuk verderop is een oude vuilnisbelt. En er staat een kunstwerk op van Hans van der Beelen volgens mij. En dat is een soort offerschaal. En daar wandel ik ook vaak met de hond af. En daar ga ik hem in de wind ooit een keertje. Maandagochtend. Je wacht op de eerste bruiloft maandagochtend. Weer is als die er is, dan ben ik weg en dan ga ik. De veer over. Ja. Als hij weer toe is gekomen bin. Soms zegt de man opeens na het eten: laten we maar eens in de stad gaan kijken. Er is anders een mooi programma op de televisie vanavond, probeert de vrouw. Maar daar gaat hij niet op in. Hij doet zijn jas aan en zegt kom. En even later lopen ze buiten. Een keurig, onberispelijk echtpaar van middelbare leeftijd. Ze gaan het café op de hoek binnen. Een half donkere, naar bier en sigaren ruikende spelonk. En daar begint het drinken. Hij oude klaren en zij een flesje priklimonade. Als zij niet zo bang was voor het einde van de avond, zou ze dit eerste uurtje eigenlijk wel prettig vinden. Want de drank verdrijft zijn stuurse zwijgzaamheid en maakt hem open en aanhankelijk. Ze praten altijd over de kinderen. Over Jan, die in Australië geen tijd kan vinden om regelmatig te schrijven. En over Liesje, die nu al 4 jaar een perspectiefloze affaire heeft met haar getrouwde baas. Ach, wat heeft het voor zin om het allemaal zo donker in te zien, zegt de man. En zijn door de borrels aangerichte glimlach doet haar denken aan vroeger. Die kinderen die zijn nou helemaal volwassen, zo is het toch. En al doen ze soms dingen waar wij het niet mee eens zijn. Nou ja, ze bouwen een eigen leven en het is een andere tijd. Zo praat hij dan tegen haar. En ze voelen zich heel dicht bij elkaar. Zo tegen 11 ziet ze haar man veranderen. Terwijl die gestadig doordringt, komt er een mateloos sombere uitdrukking in zijn ogen. Een dier in doodsnood. Dat is een gevaarlijk moment. Elk verkeerd woord kan hem woedend maken. Muisstil zit ze tegenover hem. Opeens kijkt hij haar scherp aan en zegt: mooie kinderen heb je me gegeven, zeg. Zijn ogen zijn dan zeer kwaadaardig. Nu weet ze zeker dat het nog heel wat zal duren eer ze hem in bed heeft. Want naarmate hij sneller en gulziger drinkt, neemt zijn wanhoop toe. Hij zwelgt erin. Soms barst hij midden in een vol café in snikken uit en ze moet hem dan heel voorzichtig en tactisch naar buiten loodsen. Zijn gezicht nat van krokodillentranen. Maar het moeilijkst is het slot van de avond, als alle kroegen dicht zijn. Want dan krijgt hij altijd overzicht dat hij niet meer met haar onder één dak wil leven. Ga maar weg, roept hij dan. Dan ben ik er vanaf. Van jou, van je mooie kinderen, van de hele rotzooi. Soms gaat hij dan in een stadsplantsoen opeens tussen de struiken op de grond liggen en trekt zijn overjas als een deken over zich heen. Ik slaap hier wel. Er komt dan wel eens een agent langs en die roept: neem die man mee, want anders doe ik het. Kom nou, Wim, smeekt ze. Je hoort het. Het is bijna altijd ochtend als ze thuiskomen. Je hoort de vogels zingen midden in de stad. En als hij eindelijk ligt en snurkt, schrijft zij op een papiertje
stomerij opbellen voor overjas. Ze heeft geen slaap. Ze bekijkt hem nog een lange tijd aandachtig. Ze heeft hem lief.